Welkom bij Antenne Rotterdam, integratieproject, jong geleerd, oud gedaan. Vandaag vanuit Rotterdam even een korte uitleg over het project integratie. Integratie, wat is dat nou? Wie moet er integreren? Waar moeten mensen integreren? Waarom moeten ze integreren? Wanneer is integratie geslaagd? Dat is de vraag die wij iedereen gaan stellen. Waarom denk je dat integratie zo belangrijk is? Nou, ik denk wel dat als je... Het is net alsof je gaat naar iemands huis en je past je gewoon aan zijn wat zij van je verwachten natuurlijk. Het is net alsof je komt hier wonen, dus dan moet je ook aanpassen aan de regels van hier. Nou, het is één samenleving, één cultuur. Het is beter voor een goede samenleving tussen verschillende culturen. Dus krijg je alleen maar ruzies en haat en racisme. Ja, ik denk voor die mensen dat ze zichzelf hier ook thuis voelen, is het belangrijk als ze de taal leren. Ja, ik denk dat je toch wel wat af moet weten als je ergens gaat wonen, dat je dan de cultuur ergens vanaf weet. Als mensen uit andere landen naar Nederland komen bijvoorbeeld en ze kennen de taal niet, dan kunnen ze eigenlijk ook niet hier leven, zeg maar. Ja, dan kunnen ze hier niet functioneren. En dan kunnen ze wetten overtreden en zo, en dat is niet de bedoeling. Nou, dan ben je betrokken bij de samenleving. En ja, als je dat niet bent, dan word je een beetje buitengesloten en dan krijg je problemen. Niet alleen met de overheid, maar ook met jezelf, want je kan niet eens wat normaal vragen op straat. Omdat ik van mening ben dat de hele wereld één grote melting pot is. Ja, als jurist zijn, dan ga ik ervan uit dat artikel 1 van de grondwet sowieso iedereen gelijk is. En in dat opzicht moet je respect hebben voor wie dan ook. Nou, ik denk dat het belangrijk is als verschillende nationaliteiten toch op één lijn zitten. Als je anders ga je elkaar als bevolkingsgroepen niet meer snappen. Het is belangrijk omdat we een hele gemene cultuur hebben hier in Nederland. En ik denk dat het weinig net heeft om blijven vasthouden aan 400 jaar geleden. Die tijden zijn voorbij. Ja, om elkaar te begrijpen, sowieso. Dat is heel belangrijk. Je moet elkaar leren begrijpen, kennen en respecteren ook. Als je elkaar begrijpt, dan respecteer je ook elkaar. Het is gewoon een goede, efficiënte samenleving waar alles gewoon vlot gaat. Kijk, als je kijkt, als Nederland is gewoon... Een company, zeg maar, een bedrijf. En om het goed te laten runnen, moet iedereen het met elkaar eens zijn en goed met elkaar vinden. Het belangrijkste is het team. En er moet één team zijn en niet 10 teams. Dus om het één team te worden, moet gewoon iedere kaar moet elkaar gedachten kennen hoe ze met elkaar om moeten gaan. Dus als ik begrijp wat jij in je cultuur, hoe dingen gaan, dan kijk ik niet vreemd als jij bijvoorbeeld dit doet. Of dan begrijp ik het.